De Partij van de Arbeid maakt zich zorgen over de herbouw van het bezoekerscentrum Natuur en Milieu in Beijum. De boerderij waarin het bezoekerscentrum was gevestigd, werd 3,5 jaar geleden in de as gelegd. Alleen het voorhuis overleefde de brand. Daarin zit nu nog de wijkpost, maar die moet binnen afzienbare tijd verhuizen naar een nieuwe locatie. Niemand weet echter waar die nieuwe locatie zal zijn. Op de asresten zijn na de brand een aantal tijdelijke loodsen neergezet. Daar zou het nieuwe bezoekerscentrum moeten komen. De herbouw kan echter pas beginnen na het vertrek van de wijkpost. In mei is aangekondigd dat de herbouw zou plaatsvinden. De wethouder heeft dat feestelijk aangekondigd, hier, hetzelfde gebouw. En nu moeten de activiteiten die hier nu plaatsvinden moeten weg. En dat gebeurt niet. En wij vragen ons af waarom het niet gebeurt. Het enige dat nog rest van het bezoekerscentrum zijn een aantal geiten en wat vogels. De terugkeer van het bezoekerscentrum is voor de PvdA van kapitaal belang. Het is voor de schooljeugd. Er zijn heel veel kinderen in Beijen, maar ook de kinderen in Leeuwenborg en Ulgersmanborg maakten veel gebruik van dit centrum. Nou, voor natuuronderwijs, milieuonderwijs is het heel belangrijk. Maar ook heel veel buurtbewoners die hier even kwamen kijken met hun kinderen. Dus niet alleen voor scholen, maar ook opa's en oma's en vaders en moeders die in de speeltuin kwamen. Of even de geiten kwamen voeren. Het was echt een ontmoetingsplaats in de wijk. Wat voor activiteiten deed het centrum allemaal? Het centrum zorgde voor heel veel excursies op milieugebied. Amfibieën vangen in sloten, vlinders zoeken, planten kijken, paddenstoelen. S'avonds vleermuizen kijken. En dat werd heel druk bezocht door de schooljeugd. Die vonden dat erg interessant. De PvdA heeft hierover vragen gesteld aan het college.